We gaan Hearthstone in. Hunter tegen Paladin. Oké. Okay. Even kijken of ik Lady Thunder. Lady Thunder. Kun je mij even vrienden maken? Ja, daar komt hij. Goed. Lady Thunder, hup, we gaan in haar handje kijken. Ja, deze opening natuurlijk midrange Paladin tegen midrange Hunter. Ik ben benieuwd. Ik zal de muziek even uitzetten. De dames zijn in opperste concentratie. En dan gaan we beginnen. Build 3 Animal Companion, een mooie start. Dubbel Iron Beak All hier. Oh, wauw. Kijk, dit is wel mijn kijk. Jezus, ze hebben er wel weer een tempo op zitten. Wat is er hier? Coordination. Zo, ze spelen met een behoorlijk tempo. Even kijken hoe dit gaat uitpakken. Dit dan zal waarschijnlijk meer controlachtige tactieken toepassen. Terwijl Tricepsure, de Hunter, die zal wel meer voor de agro-achtige stijl gaan. Tja, dit is een kaart die ziet niemand graag. Want er komt natuurlijk een gigantisch blok van beesten dadelijk. Echter, ze heeft de tweede Earl. Dus waarschijnlijk wordt hij gesilenced. Nee, hij wordt gewoon gekilled. Ja, take a look at this. Ai, dit is iets wat geen enkele hunter wil zien. Toch zeker agressief gespeeld hier van Lady Thunder. Dit is ook exact het deck wat ik had gezien afgelopen week op de stream van Alf en de Rijn, die Fireside. Ja, zet een explosive trap op. En nu komt het aan op de reading abilities van de meisjes. Wat voor trap vermoedt ze hier? Ik bevind me wel als caster nu op glad ijs natuurlijk, want ja, als de ene dame een goede play maakt en geeft daar krediet voor, dan wil de andere dame dat natuurlijk ook. Dus in principe kan Lady Thunder of Tricepsure kunnen niet verliezen, alleen ik. Want ja, iedereen weet hoe vrouwen zijn, je kunt toch nog wat goed zeggen. Oh man, Tricepsure gaat hier naar 6 toe. En we zien de hidden card. Dus wij weten eigenlijk al dat het voorbij is. Maar het is niet anders. Daar komt hij. Ik zie er balen. En ik zie haar lachen. Zo gaat het. 1-0 voor Lady Thunder.
Goed. We gaan direct door naar game nummer 2. Shaman tegen de Hunter. Moedig dat Lady Thunder Shaman speelt. Want in principe is dat niet zo'n sterke klas. En Tristep Surrey blijft gewoon bij haar midrange Hunter. En in principe zou het voordeel zou moeten gaan naar Tristep Surrey hier. Hand is niet al te slecht. Weer de zombie Cho. Wauw. Ja, dit sucks natuurlijk. Maar ja, look at the bright side of life. De mana curve is niet volledig gebruikt. Dus dat is een troost voor Tristep Surrey. Maar ze gooit de coin en doet zijn totem. Oh. Gaat er echt voor hier. Dat is een mooie draw. Die gaat daar sowieso goed uitkomen. Ik was niet blij van haar. Ik had niet van hier. Ja, ja. Eigenlijk is de hand van Lady Thunder is dramatisch. Maar de totems werken wel mee. Dan ga ik weer even opzij kijken. Nou, de dames die zien er allebei gefocust en gefrustreerd uit. Beide niet tevreden als ik zo kijk. Maar het zal wel weer een broodje gesteld worden vanavond. Totems werken wel mooi mee voor Lady Thunder. Tristep Surrey hier. Pakt weer een wapen. Welke trap heeft ze? De explosive. Ja. Goed, blijf schieten. Ze wil Savannah Haimé met Houndmaster combineren. Oei, kleine misplay hier van Lady Thunder. Maar het, alles wordt goed gemaakt door het feit dat ze gewoon Totem Golem krijgt. En ze heeft de hele dood en de explosive trap gaat niet zo heel veel doen. Hier probeert Tristep Surrey een heks te trekken. Maar in principe is dat heel moeilijk om hem hier te trekken, want hij is nou 8 mana. Totems zeg. Totems vliegen hier om de oren. Evenals het oestrogeen gehaald, hè. En daar is de Haimé. Eens kijken hoe ze dat kan combineren. En oh. Ik zie iets moois. Dit vertelt tegen Tristep Surrey, er is geen heks in de hand van Lady Thunder. Nou weet ze het zeker. En nu is de vraag van, ja, wat doe je? Lady Thunder weet inmiddels dat het een explosive trap is. Ze kan niet face gaan. Kan wel, maar... Ojoj, ik zag haar muis over de Big Game Hunter gaan. Ik hoop niet voor haar dat ze hem oplegt. Board control. Yeah.
Hoppakee. Eens kijken of ze een high roll heeft op de 4-4. Ja, die kijkt ze. Het hele bord is weg. Dit brengt Triceps Ray in niet een al te goed perspectief. En weer de Town Totem. Maar Dr. Boom saves the day. Lady Thunder hier is gaat echt voor board control. De trap gaat echt veel damage doen, veel dingen combineren. Ik denk dat ze een board probeert op te bouwen om daarna te kunnen bursten. Maar we zien de Thunder Bevelliant en de Plotboost. Daar is ze eindelijk vanaf, van die vervelende healing totem. Krokodilletje erbij. Flare eroverheen. Ai, ai, ai. Had ze dan maar aan het begin die flare gespeeld, had ze dat heel mooi kunnen combineren met Leok. Met de catfight continues hier. Dit soort partijen zie je alleen op Fireside in Amsterdam en alleen bij Messi Cast natuurlijk. Hier zal ze absoluut niet blij mee zijn om deze kaart te zien. Er komt veel value vanaf. En weer de Town Totem. Lady Thunder krijgt wel de damage hier. En nu heeft ze geduldig gewacht om die explosive trap te laten triggeren. Dus Triceps Ray krijgt geen value hier van haar trap. Toen net waren er wel mooie momenten voor, maar daar had Lady Thunder goed omheen gespeeld. En dit bord wordt sterker. En als je dit bord tegen je hebt en je speelt Hunter, dan heb je nog ver te gaan. We zien nog een Lightning Storm in de hand van Lady Thunder, dus kijk wat ze doet. Ze gaat traden voor de Azure Drake. Speldamage wil je eigenlijk niet tegen je hebben. En nu komt het erop aan. Ze moet hard werken hier, Triceps Ray. Lady Thunder zit er wat meer relaxed bij. Nee, de RNG zit er ook niet mee. Een lange beurt hier. Maar pakt wel het bord terug. En eens kijken hoe Lady Thunder Triceps Ray gaat verrassen. Want we zien mooie combinaties in de hand. En in haast van geld het volgende. Met mooie combinaties in de hand kom je door het hele land. Ai, ai, ai. Als je één kaartje nog maar vast hebt en je hebt Towns tegen je, dan wordt het moeilijk. Maar het kan nog. Ze kan nog de hero power doen. En ze houdt beesten over. En ze heeft damage. Als ze er nog eentje top dekt, dat zou het zijn. Oei, Lady Thunder pakt een hele belangrijke kaart, de Hex. Want die heeft je heel goed weggespeeld. En echter is het zo dat de kikker die eruit komt is ook een beast. Maar de vraag is, wat gaat ze doen? Gaat ze eerst aanvallen en dan gooien? Of gaat zij hier
eerst de heks gooien en dan ook het beest, de beest kapot maken. Ik weet niet of ze daarbij stilstaat. Ze denkt er lang over na. Begint een beetje te fransen. Ze gaat eerst voor de heks. Het is het absolute correcte play. En de kansen om te winnen worden steeds meer gelimiteerd voor Triceps Surrey hier. Er is niks meer wat ze kan topdekken. Het scientist zal ook die trick niet doen. Ja, en daar hebben we de wild played. En de GG. Lady Thunder wint van Triceps Surrey met 2-0. Ze lachen gelukkig wel allebei.